Of andere namen die ook... Guidetti kwam ineens weer rond de jaarwisseling. Ja, maar dat is bijna ja. Begint een soort nieuwe traditie te worden ook. Hè? Dat elke transferwindow dat de naam van Guidetti valt rondom Feyenoord. Volgens mij is dat niet echt serieus hoor. Dat is Feyenoord helemaal niet geïnteresseerd in de terugkeer van Guidetti. En een jongen die in Turkije speelt, hè, wel een Nederlands Üçyakup. Ja, Nederlandse Turk. Uitspreek, Üçyakup. Al een paar jaar geleden werd hij ook al in verband gebracht met Feyenoord. Ik las dat zijn naam nu weer genoemd werd. Maar ook dat is er eentje. Speler van Besiktas ook. En van ja, is dat wel betaalbaar voor Feyenoord?